Deel Sharman is niet alleen volksvertegenwoordiger, maar ook arts in het dagelijks leven. Ook hij maakt zich ernstig zorgen over het coronavirus, maar ook over dengue in Suriname. CBN Prime Alert sprak met hem en de arts die ging er als volgt in op de kwestie rond corona en dengue. U hoort Deel Sharman. Arts, tevens parlementariër. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Als arts krijgt u ook de bezorgde telefoontjes, ook bezorgde mensen bij u op de poli? Ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk nu een wereldfenomeen gewoon. Het is een wereldnoodsituatie, heeft de WHO verklaard. We leven niet alleen op deze wereld, meneer Ganesh. De wereld is heel erg klein. En zeker het verkeer tussen mensen, tussen China en Suriname, dat is voor ons natuurlijk een reden om ongerust te zijn. Ongerust in die zin van dat wij als gezondheidsautoriteiten zeker alert zouden moeten zijn. En nu het een feit is dat het virus zich verspreidt over heel China en eigenlijk bijna de hele wereld, ook aangrenzende landen tot in Europa en Amerika, overal, is het dus eigenlijk een kwestie van tijd dat het virus overal in alle landen van de wereld zou kunnen zijn. En terecht maken mensen zich zorgen, omdat iets dat ook erg is, maar misschien minder erg is, is dengue. Dat heeft ook recent toegeslagen. Er zijn al tientallen gevallen van bevestigde dengue gevallen inmiddels. Dan heb je gezien dat in het verleden deze overheid heeft gefaald bij het treffen van maatregelen, preventieve maatregelen, om dengue een beetje onder controle te krijgen. Zeker als het gaat om bestrijden van de muggen, zoals dat vroeger werd gedaan met auto's en noem maar op. Maar ook oproepen naar de samenleving om vuil op te ruimen en alles wat waterhoudend is op te ruimen. Al die instructies zijn uitgebleven waar de dengue in het verleden heeft toegeslagen en nu weer toeslaat. Dus er is bij de samenleving inderdaad ongerustheid, omdat het lijkt alsof deze regering, het ministerie van Volksgezondheid, een beetje talmt om allerlei maatregelen te treffen. En dat heeft allemaal te maken met onze zwakke gezondheidsinstituut. Dat is 1, 2 is. Ik vind zelf ook dat het ministerie van Volksgezondheid in een eerder stadium al inderdaad alert had moeten doen uitgaan naar gezondheidswerkers. Die alert is eigenlijk vandaag gekomen, dat gezondheidswerkers een instructie hebben gehad hoe te handelen, waar te handelen, etc. En een meldingsplicht eraan gekoppeld. Dat had al veel eerder moeten gebruiken, maar wat hierin erg belangrijk is, dit zou een importziekte moeten zijn, import van virus moeten zijn. Dan moet je kijken naar onze ingangs de poorten. Dat is Zanderij, Albina, Nikeri, maar misschien ook Zavenhoop, maar vooral Zanderij, want van daaruit komen de meeste mensen Suriname binnen. Dat wil zeggen dat je enorm moet investeren in je port health. Dat is een speciale unit vanuit BOG en het ministerie van Volksgezondheid die stappen zouden moeten ondernemen voor het geval er mensen mogelijk besmet zouden zijn. Ik weet niet in welke mate die instructies zijn en in welke mate de mensen volledig zeg maar, equipped zijn om hun werk op de juiste wijze, professionele wijze te kunnen doen. Ik weet dat het in het verleden heel erg klungelig aan toe ging, dat mensen, dat deze gezondheidsdienst niet eens benzine had om naar de zanderij te rijden om het nodige te kunnen doen, begrijp je wel. Dus nu er paniek is ontstaan in China als communistisch land die heel veel dingen centraal organiseert, dat er besmettingen overal in de wereld zijn, zal natuurlijk de Surinaamse burger enige ongerustheid tonen. Maar ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken, meneer Ganesh, om toch die samenleving op te roepen om niet ongerust te zijn. Laat de samenleving in ieder geval alles doen op hun manier om het te kunnen voorkomen. Dan heb ik het over hygiëne, handen wassen, weet je wel. Omdat we weten dat het virus zich waarschijnlijk verspreidt via lichaamszorg, door niezen, hoesten, tranen, etc. Dus door contact tussen mensen. Dat ze in ieder geval proberen die hygiënemaatregelen zoveel als mogelijk in acht te nemen. Crowding een beetje te voorkomen, dus niet te gaan waar heel veel mensen zijn als het niet nodig en noodzakelijk is. En voor de rest is het een zaak van de gezondheidsautoriteiten om inderdaad die instructies te geven aan alle gezondheidswerkers op welke wijze ze moeten optreden als er suspecte gevallen zijn, maar in het bijzonder porthel. Daar is de poort en daar moet je eigenlijk de suspecte gevallen kunnen opvangen, ze in quarantaine kunnen stellen, ze eventueel kunnen behandelen, begeleiden en verder, begrijp je wel. En dat gedeelte vind ik dat we een verlaat een beetje op gang is gekomen. Dus een klein beetje ongerustheid in de samenleving, dat is op deze wijze misschien ontstaan. Maar dan nog wil ik de samenleving oproepen, even niet, weet je wel, ongerust te zijn. Laat Volksgezondheid, laat BOG, laat de andere gezondheidswerkers haar werk doen. Alhoewel, het, zoals u dat zei, het is geen ver van onze bedshow.
moeten we toch wel alert blijven. We hebben één geluk dat de mensen die uit China en elders komen allemaal in het algemeen via Nederland reizen. En ook daar heb je natuurlijk in Nederland, ook op de luchthaven in Nederland, hele strenge controles. Waardoor eigenlijk een soort pre-screen daar al begint plaats te vinden. Dus dat is een klein geluk bij het ongeluk, om het zo te zeggen. Maar wij moeten sowieso als gezondheidswerkers alert blijven. Maar de samenleving moet een klein beetje kalm zijn. Ja. En we zien, heer Charman, dat er vandaag een audiobericht als een lopend vuurtje gaat. Waar er 3 suspect gevallen zouden zijn. Kunt u wat meer informatie daarover? Ja. Ik heb inderdaad die voice note ook gehad. En ik zal u zeggen, het lijkt mij een grappenmaker te zijn die dat heeft ingesproken. Ik heb, nadat ik die informatie had, heb ik geprobeerd via de artsen die ik allemaal ken in een bepaalde appgroep. Maar ook via andere leden geprobeerd die informatie na te trekken, te verifiëren in welke mate er enige waarheid in zit. Dat bleek helemaal fake te zijn. Dus ik zou de samenleving oproepen om daar aan die voice note geen waarde te hechten. En tot op dit moment blijkt er geen enkel geval van coronavirus in Suriname te zijn. Althans, zoals het de officiële berichten dat aangeven. Ja. Zou u ook wat meer kunnen vertellen, in hoeverre u toch wel weet over het virus zelf? Ja, het virus is geen nieuw virus. Het is een oud virus. Het coronavirus is een bekend virus. Dat wat bekend was als SARS en MERS, dat waren ook coronavirussen. Alleen is dit virus een nieuwere variant. Dat zich op een andere manier gedraagt dan de andere virussen. En omdat je het gedrag van dit virus niet kent, weet je niet wat het allemaal kan doen, hoe snel je medicijnen zou kunnen ontwikkelen, vaccins zou kunnen ontwikkelen. Dus daarom zeggen we, het is een nieuw virus, nieuw tussen aanhalings- en sluiten, maar het is een coronavirus, een andere variant van de bestaande coronavirussen. Het lastige is dat dit soort nieuwe virussen van karakter kunnen veranderen. Ze kunnen, weet je wel, hun karakteristieken zodanig gaan veranderen dat het morgen op een andere virus lijkt en overmorgen weer op een, bij wijze van praten. Hè. En dat maakt het nog lastiger om te behandelen. Dus primair zal je dan moeten hebben van alle preventieve maatregelen, op welke wijze dan ook die je zou moeten treffen, moet je maar gaan treffen. Omdat de behandeling, het vaccineren, et cetera, nog een lang traject te gaan heeft. Daar praten we nog even niet over. Dus het is een virus dat razendsnel verspreidt. En nu is het ook al bekend dat het vanwege lichaamsvocht, hoestendies en al dat soort dingen plaatsvindt. Dus door menselijk contact. En dat is erg belangrijk dat die samenleving daarvan bewust is. Ga niet naar grote groepen van mensen. Weet je, als je notas hebt, feesten hebt, noem maar op. Als het even niet moet, moet je maar niet gaan. Weet je wel? Blijf liever thuis. Ga niet in de buurt van zieke mensen. Als je zelf een beetje ziek bent en hoestendies, gebruik wegwerp tissues. Doekjes en zo die je snel kan opruimen. Was je handen regelmatig. Leer dat ook aan de kinderen. Leer dat op school aan andere kinderen. Dat zijn allemaal dingen die wij heel eenvoudig kunnen doen om die awareness bij die samenleving teweeg te brengen. Dat ze een handje kunnen helpen om eventueel als dit virus zich hier zich aandient om dat een beetje minimaal te houden. Maar we zijn juist nu in een periode van na de verkiezingen, ja. Heer Charman. Heel wat vergaderingen, heel wat bijeenkomsten. Dus heel wat mensen tezamen op één locatie. Absoluut. Natuurlijk, ook dat zal natuurlijk doorgaan. Maar gelukkig hebben we nog geen melding van dit virus en ik hoop dat we dat virus nooit krijgen. Maar als dat zich eenmaal in het land bevindt, als het virus bevestigd is dat het in Suriname is, dan moet je misschien toch dit soort bijeenkomsten vermijden. Want je weet maar nooit wie het virus heeft, daar in de ruimte gaat hoesten en niezen en plotseling krijgen andere mensen dat ook. Nou, dus uit voorzorg zou je dan sommige dingen inderdaad moeten vermijden. Maar vooralsnog is daar geen reden voor. Een ander issue waarover corona hebben we er nog niet, heer Charman, maar dingen hebben we er wel. Hoe zouden mensen zich daartegen kunnen beschermen? Primair is het, kijk, bij dingen is het natuurlijk een klein beetje anders. Daar is een muskiet, een factor die een rol speelt. En natuurlijk moet je proberen om zo minimaal mogelijk muskieten in je omgeving te hebben. Nou weten we dat deze muskieten hun eitjes leggen in schoon water. Dus alle blikjes en voorwerpen en banden, maar ook dakgoten, et cetera, die waterhoudend kunnen zijn, die moet je natuurlijk gaan opruimen. En alle muskieten zoveel als mogelijk
natuurlijk bestrijden. Niet alleen thuis bij jou, maar liefst samen met de buren, de hele buurt, zodat niemand er last van krijgt. Als je dat kunt doen, als je de muskiet kunt vernietigen, ben je er zeker van dat je dingen niet gaat krijgen. Maar natuurlijk, je gaat niet alle muskieten kunnen vernietigen. En natuurlijk komt er ook een stukje verantwoordelijkheid van die overheid. Je weet, in het verleden bij grote muskietenplagen werd er door BOG met auto's bespoten door alle straten, moest je alle ramen opengooien. Dat soort dingen moeten ook gaan plaatsvinden. Begrijp wel. Ik hoop dat die overheid daar geld voor heeft gereserveerd. Maar als die overheid dat niet kan, moet je in ieder geval voor jezelf, voor je omgeving, voor de buren, moet er collectief wel maatregelen getroffen worden om zoveel als mogelijk de muskieten te vernietigen en de waterhoudende voorwerpen zoveel als mogelijk op te ruimen, zodat de muskieten een beetje uit je buurt blijven. Dan heb je alles gedaan wat je enigszins zou kunnen doen. Voor het geval je klachten krijgt, die eventueel zouden kunnen lijken op dingen, hoofdpijn, lichaamspijn, noem maar op, anything, gewrichtspijnen, ga naar de dokter, laat de dokter goed onderzoeken en verder behandelen. We zien dat Surinamers, heer Charman, zich nu niet alleen maar zorgen maken over het coronavirus, over dengue, maar ook, zijn onze gelden nog veilig bij de banken? Ha, dat is een ander issue en dat is misschien op termijn nog ernstiger dan dat hele coronavirus. We hebben inderdaad informatie dat die overheid honderden of meer dan 100 miljoen US dollars van die samenleving opgevreten, om het zo te zeggen. En dat is heel erg verkeerd. Dat zijn gelden van de samenleving, van u en van mij en van andere burgers, die wat dollars of euro's op de rekening hadden. De centrale bank heeft dat zogenaamd geleend om te gebruiken en ze hebben dat misbruikt. Ze hebben daarmee waarschijnlijk schulden betaald. Ze hebben daarmee waarschijnlijk meneer Chotel al blij gemaakt. En nu zitten we in een crisis. En ik meen dat de VHP nu bezig is die regering aan te schrijven om daarover opheldering te vragen hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar dit is niet goed, meneer Ganesh. Dit is zuur verdiend geld van de samenleving die bij de banken waren gelegd. Daar hebben de banken de verantwoordelijkheid als de banken uiteindelijk hebben besloten om dat toch conform regels dat zeg maar beschikbaar te houden voor de centrale bank, dan moet de centrale bank daar omzichtig mee omgaan en niet op deze wijze. Maar nu heb je het vertrouwen dat al heel erg fragiel was, verder kapot gemaakt. En het grote risico hiervan is, meneer Ganesh, dat straks het publiek, de mensen, u en ik, naar de bank kunnen lopen en zeggen van luister, mag ik mijn geld terug? Ja. Dan heeft de bank een probleem, want de bank heeft dan... hoor ik het woord bankrun. Yes. Dat is inderdaad zo en dat moeten we juist niet hebben, want als dat gebeurt, gaan die banken over de kop. En daar zijn we verder van huis. Nogmaals, het is een zeer ernstige situatie waar wij allemaal vanuit de regering antwoorden verwachten die nog niet komen. En hoe langer ze zwijgen, des te meer de ongerustheid wordt, des te groter de kans is dat er inderdaad een bankrun zou kunnen ontstaan. En ik zie dat deskundigen op dit gebied ook aangeven dat dit sowieso ervoor zal zorgen dat vooral die koers een opwaartse trend zal gaan hebben. Absoluut. Die ongerustheid is al een hele poos geleden door mensen van VES en andere ter zake deskundigen gegeven. Helaas luisterde deze regering niet. De bankpresident, de governor van de centrale bank, de minister van Financiën. Alle monetaire autoriteiten bij elkaar hebben alle goede adviezen eigenlijk terzijde gelegd. En nu zitten we in een hele benarde situatie.